Gedwongen ontslagen bij Trudeau. Brasserie De Rechter gaat open. En de vrijwilligersbeurs 040. Woningbouwcoöperatie Trudeau moet flink inkrimpen. Van de 77 banen worden er 30 geschrapt. En dat betekent dat er gedwongen ontslagen vallen. Trudeau is financieel een hele gezonde club en onze solvabiliteit is prima. En we hebben lang gedacht met Rutte 1 dat we met hier en daar wat aanpassingen de storm wel zouden overwinnen. Maar met het regeerakkoord Rutte 2 eind oktober is wat een bom is ingeslagen bij ons, is zeg maar dat volledig in het water gevallen. En zijn wij echt moeten gaan nadenken over een nieuwe koers van Trudeau. Trudeau moet fors bezuinigen vanwege de kabinetsplannen. Er moet nu 5 tot 6 miljoen euro worden afgedragen, terwijl de omzet van Trudeau 29 miljoen bedraagt. De bezuinigingen bij Trudeau betekenen niet alleen baanverlies. Door de bezuinigingen moet Trudeau ook een aantal bouwprojecten in de koelkast zetten. Zoals bijvoorbeeld hier op Strijp S. Het Veemgebouw hier achter mij, daar zouden woningen in gebouwd worden. Maar die worden nu op de lange baan geschoven. En elders op Strijp S bij Area 51 zou een nieuw gebouw gebouwd worden. Maar ook dat ziet er onzeker uit. En aan de andere kant van de stad komen ook de plannen voor de Kruidenbuurt en moet er West krakend en piepend tot stilstand. Zo worden de huizen in de Kruidenbuurt wel gesloopt, maar Trudeau is voorlopig niet van plan om iets nieuws te bouwen. We hebben nu bijna alle projecten on hold gezet, zoals dat dan zo keurig heet in het jargon. Hè? Dus we maken even pas op de plaats. We gaan mondjesmaat door met een aantal projecten. Bijvoorbeeld het Veemgebouw, daar hebben we nu alleen opdracht gegeven voor de begane grond en 3 verdiepingen. En ik hoop in de rest van het jaar ook opdracht voor de rest te kunnen geven. Maar we moeten echt heel goed weten eerst welke projecten, eigenlijk welke investeringen wij wel en welke investeringen wij niet kunnen doen. En daar spelen heel veel dingen mee. De afspraken die we hebben gemaakt met bewoners, afspraken die we hebben gemaakt met andere partijen, de voorbereidingswerkzaamheden die wij daar al allemaal in hebben zitten. En die hele puzzel die zijn wij nu aan het vullen. En dat duurt zeker nog een maand voordat we daar heel genuanceerd zeg maar, uit zijn. Verantwoordelijk wethouder Fiers laat in een reactie weten dat de bezuinigingen van Trudeau heftig en pijnlijk zijn. Met niet alleen gevolgen voor de bouwplannen in de stad, maar ook voor de medewerkers van Trudeau. Directeur Tom Ausums kon zelf niet reageren, omdat hij vanwege zijn gezondheid in het buitenland zit.